De voormalige stadsbussen zijn verbouwd tot volwaardige testlocaties die op afroep beschikbaar zijn. Het zijn centrale bussen. GGD Goor Nederland heeft er 10. Je kunt ze bestellen als GGD als je ze nodig hebt om in korte tijd veel mensen op een bepaalde locatie te testen. Het kan bijvoorbeeld zijn een asielzoekerscentrum, grote voedselverwerkende industrie, verpleeghuizen, dat soort locaties moet u aan denken. Veel mensen op locatie, op korte termijn testen, dat doen we met deze bussen. En verder werkt het eigenlijk hetzelfde als een coronateststraat zoals we die kennen? Ja, op dit moment doen we de gewone testen er nog in, dus de testen die we normaal ook doen. Er kan 1 persoon tegelijkertijd door, duurt 3 minuten per persoon, dus 20 per uur. We kunnen hier ook sneltesten gaan doen, dus afhankelijk van wat het RIVM adviseert over welke testen wanneer gebruikt kunnen worden. Dan kunnen we ook die andere testen gaan doen. Maar op dit moment doen we hier vooral dus de klassieke test. Het is de bedoeling dat met alle testlocaties samen vanaf volgend voorjaar dagelijks 200.000 mensen getest kunnen worden. Ja, we gaan ervan uit dat we in het voorjaar 2021 zo'n 200.000 testen per dag kunnen doen en nodig hebben. En daar zijn ze onderdeel. Er is geen speciale reden dat de bus werd gepresenteerd in Hillegom. Want de tijd dat het dorp meerdere grote corona-uitbraken kende, is voorbij. Dat is gelukkig niet. Uit de cijfers blijkt dat wij onze besmettinggraad gelukkig lager is. Dus daar zijn we op zich ook heel blij mee. Zeker in de afgelopen zomer waarin we al toen met de kleine beurs heel veel problemen hebben gehad. Dus blij dat dat in Hillegom weer op dit moment gelukkig lager is.